Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Vandaag de Spirit Animal Deck. Ik heb doorgekregen om een Keltisch kruis te gaan leggen. Dus dan weten jullie dat alvast. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle, warme berichten, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor privé-readingen, coaching, begeleiding, rijke healingen en natuurlijk ook de jaarreadingen. Mocht je nog interesse hebben, dan kan je contact met me opnemen voor zo'n jaarreading. Of kijk even online. Misschien dat je een keuze kunt maken uit eventueel andere readingen. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want dan zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag. Werk ook in het weekend, dus dan ben je helemaal up-to-date. Ja, een Keltisch kruis. Maar er vielen, nou ja, vielen. Er zaten twee kaarten dwars. Dus het kan zijn dat dit dwars liggen is of dat dit twijfel is. We gaan kijken. Je bent nog niet zeker om jezelf helemaal vrij te geven, om er helemaal voor te gaan. Dus er is nog twijfel. En een tijd voor een beginner's mind. Dus dat je jezelf helemaal openstelt van wat is, wat is, wat komt, wat niet komt, dat komt niet. Helemaal in het hier en nu zijn. Het kan goed zijn dat je daar nog twijfels over hebt. Of dat je daar nog even tijd voor nodig hebt om daaraan te wennen. Dus die leg ik even hier. We gaan eens kijken. Onderaan de deck hebben we kaart 1. Tijd om samen te gaan werken. Dat is wat je intuïtief voelt. Wat je ook graag wenst. Maar misschien nog niet wat er op dit moment is. Hart van de reading is: het is tijd voor een hele diepe duik te nemen. Het kan goed zijn dat het te maken heeft met de liefde of met zelfliefde, zelfvertrouwen met kaart 6. Wat dwars ligt, dat is dat je bang bent om je balans te verliezen. Muisje staat letterlijk voor bangheid, twijfel, dat er iets aan je knaagt. Dus dat is wat jou tegenhoudt. Het verleden heb je geleerd dat je nooit in tekort bent. Dat je nooit tekort komt, dat er ook geen tekort bestaat. Het korte verleden. Je weet, je beseft dat je moet transformeren om te gaan waar je van houdt, om die loyaliteit te tonen. Dus er is iets geweest wat je bijna verloren bent. En jij wil voor die liefde gaan, jij wil er loyaal aan zijn, betekent dat jij dus iets moest transformeren. Dat heb je gedaan. Je weet bij deze verandering dat het universum, het goddelijke, jou altijd bijstaat. Dus dat jou niks kan overkomen, maar toch zijn er twijfels. Een wedergeboorte komt er binnenkort aan. Wederom kaart 5. Hierboven kaart 5 en dan weer een kaart 5. 5 plus 5 is 10. En we hebben hier die loyaliteitskaart met die hond. Dat is 10. Dus die transformatie komt er hoe dan ook aan. Jouw eigen energie dolfijn. Dat staat met kaart 20 voor een beslissing maken. Beslissing voor jezelf, voor je eigen groei. Van wat is voor jou waarheid, waar geloof jij in, waar vertrouw jij op en waarvoor wil je gaan. Dan kaart 11, ook weer keuzes maken van het web wat jij weeft. Hè? Welke dromen ga jij waarmaken en welke komen later aan bod. Tijdens het werken aan jezelf heb je ook dat je af en toe moet evalueren. Kijken van hoe staat het ervoor? Wat moet ik nog bijschaven? Waar mag ik nog meer mijn energie in steken? Wat mag ik nog helen? En uiteindelijke uitkomst van je bent nooit alleen. Dus
Weet dat je geliefd bent met kaart 42, maakt 6. Weet ook dat je zielsverwanten bij je zijn. Dat je tweelingziel, als die er is, bij je is. Je voorouders. Het goddelijke. Het universum. Maar ook de aardengelen, etc. Dus het wordt tijd om samen te gaan werken. En misschien is dat ook wel samenwerken op het gebied van de liefde. En misschien houdt dat jou wel tegen. Ben je daar bang voor? Vertrouw op het goddelijk plan. Want het plan van het universum is dat jullie dus met elkaar moeten samenwerken. Hè, kaart 8. Dus ga daar gewoon voor. Heb daar geen twijfels over. Neem daardoor die leiding. Dus ga ervoor en laat je niet meer door die angsten leiden. Stel wel gezonde grenzen op, zodat die ander daar niet overheen kan gaan. Hè, een soort zekerheid voor jezelf. En als laatste, weet dat alles wat je erin stopt, dat dat nooit voor niks is geweest. Dus misschien lijkt het zo dat als je al heel veel acties hebt ondernomen en je ziet daar nog niet direct het resultaat van, dat dat dan verloren is gegaan. Integendeel, alles heeft een doel en je doet niks voor niks. Dus je zal later zal je zien dat het allemaal zo zijn functie en zijn doel heeft gehad. Mooi. Mag ik nog meer weten over kaart 1? Time to collaborate. Is tijd om samen te gaan werken. Dat is een aaskaart, een nieuw begin. Heb vertrouwen in de magie, kaart 66. Je moet ook de tijd nemen om te helen, dat is 55. Vertrouwen in het grote mysterie, oftewel heb vertrouwen in spirit, kaart 65. En blijf daarbij je unieke zelf, hè? Zing je eigen liedje. Trek je eigen plan. En omarmt de tijd ertussenin. Dus het kan goed zijn, je hebt actie ondernomen. Het is nu wachten, zeg maar, op wat er komt. En tot die tijd doe gewoon lekker je ding. En laat maar komen als de tijd daar is. Hè, dat heeft natuurlijk ook te maken met deze twee kaarten. Van laat het los. Geef jezelf over. Die kwamen natuurlijk alle twee dwars door. Dat betekent dus dat je daar nog niet voor de volle 100% voor durft te gaan. En die beginners mind, hè, dat leer je ook wel mindfulness. Dat je dus in het moment moet zijn, kinderlijke nieuwsgierigheid moet hebben. Alles wat je in principe geleerd hebt, of dat nou goed is of slecht is, loslaten en gewoon van het moment genieten en er volledig voor gaan. Dat is het allerbelangrijkste. Dus ook een stukje controle loslaten en eigenlijk, volledig vertrouwen in het universum, in het goddelijke hebben. En onderaan het dek heb ik transformatie is mooi. Dus heb daar vertrouwen in dat het helemaal goed komt. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert mag je liken, delen. Je mag natuurlijk altijd abonneren. Tot de volgende keer. Heel veel liefde en licht. Namaste.